En ja, daar moest ik een seksprofessor spelen. Moest ook mijn baard laten groeien. Dat hoorde erbij. En het hele mop geloof ik, het was een soort voorlichtingsfilm van de humanistische omroep. Maar het kwam er ook op neer bij het lezen van het scenario dat ik toch vrij stevige vrijscènes zou hebben met de zogenaamde regisseur van de film die in de film speelde. Dus er zat ook actie bij. Het was niet alleen maar het verbale gedeelte. Nee, precies. Er was ook actie was erbij. Zoenen was erbij. Dat dacht ik toch, dat kan ik helemaal niet. Ik ga dan niet zoenen op het grote scherm. Met Verlossum, kunt u mij horen? Dan komen we aan de derde grote klassieker van mijn jeugd. Even een slokje nemen. Ja, tuurlijk. Ja, ik drink je nevel er tussendoor, dames en heren. Dat is ook zoiets. Op het toneel neem ik regelmatig een slokje water. Dan bleken mensen te denken dat ik steeds een slokje jenever had. Ja, alsof, dan zou je de voorstelling niet overleven, denk ik. Dat doet alleen Bonnie Sinclair, hè? En Hans van der Tocht had bij het Rad van Fortuin, had hij onder dat ding, had hij ook zo'n kastje waar dan sterke drank in stond. En iedere keer als er een filmpje was, of als Gaston moet zeggen, dan ging hij wat sterke drank drinken. Wie vertelde mij toch een verhaal? Dat een of andere Scandinavische regisseur een film had gemaakt op basis van het gegeven dat mensen eigenlijk allemaal permanent ongeveer 0,5% alcohol in het bloed zouden moeten hebben. Dat is een interessante... Ja, en dat de hoofdrol werd gespeeld door die Mads Mikkelsen. En dat scheen een geweldige film te zijn. Je begrijpt dat het slecht afloopt, maar goed, in werkelijkheid is er ooit een psychiater geweest. Die zei van ja, die mensen zijn altijd geremd en die weet niet precies hoe die moet doen en wat je moet zeggen. En ja, je weet hoe het leven in elkaar zit, zou ik maar zeggen. En met een borrel op heb je al te vaak het gevoel, nou het valt allemaal best mee. En je spreekt mensen aan alsof het niks is. Je zegt gewoon wat je voor de mond komt. 0,5% alcohol. Ik geloof dat je dan nog net auto mag rijden. Ik weet niet precies hoe het zit. Misschien in Scandinavië wel, omdat ze daar natuurlijk meer zuipen dan bij ons. Denk ik eerlijk gezegd. Die directeur van die brouwerij hoor je ook altijd zeggen, ja, iedere dag een biertje drinken, want dat is gezond. Ja, je weet ook, een glas rode wijn zou ook gezond zijn. Uit alle onderzoek blijkt dat alcohol in welke vorm of hoeveel het dan ook niet goed voor je is. Dat wil niet zeggen dat het niet lekker zou kunnen zijn of niet aangename effecten zou kunnen hebben. Want aanvankelijk, dat verhaal, dat is een leraar op een school en die is volledig vastgelopen. En zijn twee collega's zijn ook volledig vast, hebben er echt schoon genoeg van een gezeik op zijn klote school. En dan besluiten ze dus om permanent 0,5% alcohol in het bloed te hebben. Nou, ze bloeien helemaal op, ze zijn succesleraren, ze worden toegejuicht door de kindertjes. Maar je begrijpt, het vormt natuurlijk, het wordt een gewoonte en dan is het effect minder. Dus je moet steeds meer drinken. Precies. Om uiteindelijk hetzelfde effect te behouden. Dat is het hele probleem van alle verslavingen natuurlijk. En hoe het verhaal verder gaat, weet ik niet, maar ik vond het een amusant verhaal. Dan ben ik al totaal vergeten hoe ik eraan kom. Ja, dat kwam bij mij altijd hetzelfde liedje. Doordat je een slokje nam en dat mensen dan zeggen van op het toneel van, hé, drink die jenever. Nee, maar ik ben ook vergeten hoe ik aan een verhaal over die Mads Mikkelsen ben gekomen. Ik heb geen idee. Oké. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet meer. Maar goed, ik weet wel dat je de derde grote klassieker van je jeugd wilde gaan bespreken. Ja, dat was Niels Holgersson. Dat moet ik even voor de mensen duidelijk. Ik weet niet of dat nog gelezen wordt. Ja, dat ken ik ook nog wel. Ja, maar dit is ook gruwelijk om zeep geholpen door Japanse tekenfilmmakers. Want ik zal zo uitleggen hoe het in elkaar zit. Maar de Japanse tekenfilmmakers die hebben er iets aan toegevoegd wat er in die boeken zelf helemaal niet zit. Namelijk een hamster die ook meevliegt. Nou ja, dan weet je al dat het is natuurlijk gedaan om conversatie te kunnen maken. Hè? Maar dat is natuurlijk totaal verkeerd. Hoe dan ook, Niels Holgersson. Dat speelt en dat verhaal begint in het zuidoosten van Zweden. Skåne heet dat, geloof ik, die streek. En dat is een klein boerderijtje, zijn arme lui, zijn arme boer. Met één koe en een paar ganzen en 7 kippen of zoiets dergelijks. En die hebben ook een zoon, dat is Niels.
pa en ma gaan naar de kerk op zondag. Ze hadden het dolgraag gehad dat Niels ook mee ging naar de kerk, maar Niels was een typische puber en hij had er helemaal geen zin in en hij had zin om te klooien en te pesten en andermans levens te vergallen, net wat pubers graag willen natuurlijk. En dan, terwijl hij moest wel dan verplicht nog wel toch een tekstje uit de Bijbel lezen of te preken of weet ik het wat. Dat doet hij en terwijl hij daarmee bezig is, zit hij dat er nog een kabouter in zijn huis woont. In dat boerderijtje. Want in alle oude boerderijtjes, weet je, daar woont een kabouter. Dat is algemeen bekend. En hij denkt, ik ga die kabouter eens lekker treiteren. Dus hij vangt de kabouter. En hoe die precies, ja, hij vangt de kabouter. En dan is de kabouter zo verrekte boos dat hij betovert Niels. Dat we zeggen, Niels, zonder dat hij het aanvankelijk zelf in de gaten heeft, verandert in een mens even groot als de kabouter. Dus zo laten we zeggen, ik geef het nu even aan, wat zal dit zijn? Dat is zo groot als onze microfoons zijn. Dus. Ja, ja, precies. Die zijn ook wel erg groot voor microfoons. Ja. En ik heb altijd een lamme hand als ik dat ding 2 uur vast heb. Ik kan een statiefje voor je meenemen de volgende keer. Ja, je had een statiefje gekocht, maar hoe zou je dat hier op moeten stellen? Ja, dat moet je dan op je buik of zo zetten en dan... Of zo'n vreselijk ding achter je oor met nee, zo'n... Nee, dat is niet goed voor het geluid. Hier. Nee, ik kan het hier misschien nog vast. Je hebt opera-zangers, daar plakken ze het microfoontje hier op het voorhoofd en dan... Wordt met een beetje smink wordt dat weggewerkt. Ja, maar dat is voor hier niet goede kwaliteit. Nee, ik vind het ook niet zo heel erg hoor. Ja, dus hij wordt betoverd. En dan hij krijgt dat dan in de gaten. Maar die kabouter is zo boos op hem. Die heeft absoluut geen zin om hem weer terug te toveren. Dus hij wordt niet, hij blijft een kabouter. En dan gaat hij naar buiten toe, naar de dieren van het boerderijtje. En hij heeft die dieren ook allemaal gepest. Dus die roepen, daar heb je die stomme klootzak, maar nu kunnen we hem eens lekker te pakken nemen. En dan op dat moment komt er een groep ganzen komt over. En die ganzen praten met de ganzen op de grond. En die ouders van Niels, die hebben een grote witte gans. En die denkt, ik vlieg mee. En kennelijk hebben ze hem niet op tijd gekortwiekt, want hij dreigt op te stijgen. En dan denkt Niels, ja, wacht nou eens even. Zo'n gans, dat is een kostbaar bezit voor arme boeren. Dus die probeert hem tegen te houden. Zich niet realiserend dat hij ondertussen een kabouter is geworden. Het gevolg is dat hij op de rug met de witte gans, die Maarten heet overigens, een ganzerik, de lucht in gaat en dat ze meevliegen met de wilde ganzen. En vanaf dat moment ontrolt zich een reeks van fantastische avonturen, omdat de ganzen zijn op weg, die komen van, laten we zeggen, velden waar ze 's winters wat gegeten hebben, Noord-Duitsland of nog iets zuidelijker, en die gaan broeden in Lapland. Dat is, ze zijn op weg naar Lapland. Ze zijn ondertussen natuurlijk steeds, doen ze allerlei plekken in Zweden aan. Als je het boek leest, dat heb ik zelf ook gedaan, kun je met Google Earth kun je het eigenlijk vrij goed volgen. Dat is bijzonder aardig. En dan denk je, god, ze de eerste nacht overnachten ze bij het Vompmeer. En dat is dan leuk dat je dat dan ziet, dat Vompmeer echt bestaat. En, want dit boek had eigenlijk de betekenis van het boek, het was eigenlijk bedoeld als aardrijkskundeboek. Dat was het idee, aardrijkskunde zo te presenteren dat het leuk was, dat het spannend was. En de spanning wordt ook verzorgd door de aanwezigheid van een vos, genaamd Smirre, hoe je dat in het Duits, in het Zweeds, Smurre of zoiets dergelijks zal het wel weer zijn. Maar het is een hele slechte vos. En die begeleidt ze eigenlijk gedeeltelijk op een reis. Ten slotte verdwijnt hij ook wel, maar ik weet wel dat de kinderen, ik heb natuurlijk aan mijn eigen kinderen ook weer Niels Holgersson voorgelezen. En nou, ze vonden het overdreven niet, ik geloof vrij melig, maar Smirre, dat ging erin als koek. Want je weet, slechtheid gaat er altijd in, ja, als koek. Het zit ook overal in. Ja, slechte tovenaars, nou ja, je weet precies hoe het zit. Ja, Gargamel bij de Smurfen. Ja, bijvoorbeeld de Smurfen, ja. Ik kom straks aan allerlei andere dingen. Dus ja, ik vond Niels Holgersson een geweldig, werkelijk een geweldig boek. Ik heb ook nog steeds een keurige editie in de kast staan. Kijk er nog wel eens in. Ik heb het vrij kort geleden, heb ik het nog. Hoe dik herlezen. Zijn die boeken dan? Want het is best een lang verhaal. Ja, Niels Holgersson, dat is zo dik. Dat is zeker, ik weet, 300 bladzijden of zo. En met tekst en plaatjes? Er zijn plaatjes van Anton Pieck, die ik toen ontzettend leuk en mooi vond. Dat weet ik nog wel. Het beginplaatje, waar je dat boerderijtje zo ziet,
vanuit de lucht eigenlijk. Dat vond ik wel zo'n ontzettend leuk plaatje in die tijd. Kinderen zijn gevoelig voor Anton's Pieck, versimpelingen van de, ja, van de werkelijkheid, zou ik maar zeggen. Het is een beetje een kerstkaart maken. Maar Anton Pieck kon wel wat, laten we dat toch eerlijk toegeven. Dus ik heb eigenlijk nooit anders geïllustreerde versies gezien van Niels Holgersson. Boop van de Wind in de Wilde bestaan een hele reeks van ravaille. Het is een prachtige editie, die is getekend door Arthur Rackham. Dat kan ik mensen ook warm aanbevelen. De grote illustrator in het laat-Victoriaanse tijdperk. Rackham heet R-A-C-K-A-M. Arthur Rackham. Niemand kan zulke mooie veetjes tekenen en kabouters. En slechte kabouters. En hij heeft ook die Nibelungen, die ring van Wagner, dat heeft hij ook geïllustreerd. Dat is echt, dat is aangrijpend. Kijk even op het internet, dat is het mooie tegenwoordig. Je typt het in en baf. Daar heb je een hele reeks van plaatjes heb je meteen tevoorschijn gehaald. Ja, maar, dat was Niels Holgersson. Hij noemde die Japanners, hè, met die hamster. Maar op zich is het wel goed dat dit soort mooie verhalen ook nu nog verteld worden. Weliswaar in een andere. Het moet allemaal wat opgeleukt en gemoderniseerd worden. Ja, ik vind die hamster onverdraaglijk. Ik heb het wel eens gezien. Ik heb die serie was op tv toen mijn kinderen klein waren. En ik vond het verschrikkelijk. Ik geloof ook dat ik het met geweld heb uitgezet. Oké. Ja, net als een beetje als de booster shots, dat je geweld gebruikt wordt. Ja, ja, ja. Dat was Niels Holgersson. Dat zijn echt wel de grote klassiekers van mijn jeugd in principe. Ik zit nu even te denken. Ook je favorieten? Dat zijn ook wel mijn uitgesproken favorieten, zonder meer. Dan moeten we even kijken naar andere favorieten. Ik ben ondertussen natuurlijk, hoe oud? Ik ben natuurlijk ondertussen zelf begonnen met lezen. Ik was nogal een lezerig jongetje. En bijvoorbeeld wat ik prachtig vond was Bolke de Beer. Ja. Er zijn ook van Bolke de Beer wel 20 van die boeken, heb ik gezien. Maar ik denk dat het bij mij de eerste 5, 6 boeken zijn. Ik weet nog goed dat Bolke, die woonde in een hol. Dat was een echte beer, die woonde in een hol, ja, op de Veluwe. Later ook nog een tv-programma van gemaakt, hè? Bij de NPO. Dat heb ik godzijdank niet gezien. Maar goed, de Veluwe werd zo druk voor Bolke dat hij besluit te emigreren. Hij emigreert naar de Harts, waardoor ik ook enige tijd de wens heb gehad om naar de Harts te emigreren. En om daar in een eenzaam bos te gaan wonen. Ik had in mijn jeugd, moet ik zeggen, tal van fantasieën dat ik eenzame reizen zou gaan ondernemen. Op eenzame plekken zou gaan wonen waar ik niet lastig gevallen werd door allerlei vervelend zeikerige lui. Dat speelt wel een zekere rol. Dus ik wou ook naar de Harts. Maar het is er niet van gekomen. Ik heb ook, omdat ik nog eens een stukje wou schrijven over wat ik in mijn jeugd had gelezen. Bolke de Beer, deels herlezen. Het is niet te lezen. Dat is toch wel een hele specifieke eigenschap van bijvoorbeeld Die Wind in de Wilde. Of Winnie de Pooh of Niels Holgersson. Dus ook door kritische volwassenen, die kunnen dat goed lezen. Maar Bolke de Beer is van een moralistische meligheid waar je echt ijskoud van wordt. Hoezo dan? Wat gebeurt daar dan in? Ja, het is moraliserend. Noem eens een voorbeeld. Nou, ik zou het niet een voorbeeld weten. Ik zou zeggen, laat de mensen het zelf lezen. Misschien vinden ze het wel leuk, wie dat zegt. Er was een hele leuke tune op tv altijd bij. Ja? Ja. Bolke, Bolke, Bolke de Beer, daar is die weer. Bolke de Beer. Klinkt dan niet goed. Bolke, Bolke, Bolke de Beer. Maar dat was volgens mij niet getekend, maar nog met van, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, maar met touwtjes of zo, dat die poppetjes beuken. Ja, of stop motion, dat kan ook natuurlijk. Ja. Dat je steeds. Ja. Dat zal het misschien ook wel geweest zijn, ja. Dat is ook nog een techniek, ja. Nou, en tegenwoordig hebben we natuurlijk die fantastische computergestuurde. Ik vond het verwerpelijk van de Japanners dat zij dat ze er een hamster bij hebben gedaan. Dat kan echt niet. Dan zijn de vervelende, kouterige hamster is het eigenlijk. Maar de Japanse tekenfilmkunst, die wil ik wel in de lucht steken. Dat is, u kunt ook op Netflix, is een aparte sector met Japanse tekenfilms. Ja. Lastig te vinden. Ja. Heb ik alles gezegd? Ja, heb je alles genoemd? Miyazaki, dat is echt een genie. Ja. Dat zijn prachtige tekenfilms. Hebben ze jou nooit gevraagd om zo'n stemmetje te doen bij zo'n serie? Nee, behalve de bieradvertentie waar we het over gehad hebben. En dat die mevrouw zei van dat ik een echte bierstem had. Hebben ze mij nooit gevraagd. Zou je dat wel leuk vinden om te doen? Stemacteur.
Dat hangt er een beetje vanaf wat het is. Wat zou je graag willen zijn? Wat voor figuur? Nou, de das in de winter en wil. Dan wil ik de das wel doen, hoor. Ja, waarom? Of Ior zou ik ook graag doen. Ja, een beetje lullige, zure opmerkingen maken. Dat zou ik wel willen doen. Ja. Lijkt je dat, je hebt dat vast wel eens gezien. Dan moet je naar zo'n scherm kijken en dan moet je dus meepraten met... Hartstikke moeilijk, hè? Omdat je moet dat moet keurig nagesynchroniseerd kunnen worden met de beweging van de dieren. Ja. En je moet tekst leren dan, hè? Want het is niet dat je dan je eigen verhaal kunt vertellen. Ja, dat is niet mijn ding, om het maar even zo te zeggen. Ik heb al verteld van mijn filmhol en dat ging helemaal niet met de geleerde tekst. Ik vond dat helemaal niet... Dat liep niet lekker. Het was typisch tekst. Wat je ook... Waar was dat dan? Dat heb je volgens mij niet verteld. Ja, ik heb ooit in een film gespeeld van Theo van Gogh. Nooit verteld, nee, die wel. Nee, niet hier. Oh, oké. Nou, goed. Ik kende Theo en Theo had de gewoonte om zijn goede kennis, om die een cameo appearance te geven in zijn filmisch werk. Dus op een goede dag belt hij op en die zei, ja, ik heb een zure burgemeester voor je. Wil je die spelen? Ik zei, dat leek me wel leuk en ook instructief. En dan weet je ook hoe zo'n film, hoe dat gaat. Die film die heette In het Belang van de Staat. En daar heb ik een verzuurde burgemeester gespeeld. Deze scène speelde in het stadhuis van Haarlem. We zijn voor 3 minuten film zijn we een godganse dag bezig geweest, dat weet ik nog wel. Ik vond het enorm leerzaam, het ging helemaal niet goed. Vooral omdat ik die houtige teksten, daar kon ik echt niks mee. Dat ging niet lekker. Dus toen nam Theo, die een hele begrijpelijke en hoe moet je dat zeggen, empathische regisseur was, ik kan niet anders zeggen. Die nam mij apart, zei, ja, dat moet je zo niet doen. Het moet wat meer natuurlijk zijn allemaal. Je zit wel erg een beetje schooltoneel op te voeren. Ik zei, ja, maar ik zit zo met die teksten. Mag ik ook mijn eigen tekst verzinnen? En ja, als je in principe inhoudelijk ongeveer hetzelfde zegt, dan mag je je eigen tekst verzinnen. En vanaf dat moment ging het redelijk. Ja, ja. Wij gingen naar de première met mijn echtgenote en mijn dochter. En laat Theo nou toch meteen zo'n gouden kalf winnen. Het was een televisiefilm, zo'n 50 minuten film, zoiets was het. En nou, Theo was natuurlijk in de wolken. Maar goed, Mijn dochter had ook belangstellend zitten kijken. Zij was denk ik toen zo net in de vroege puberteit. En mijn dochter zei na afloop, dat moet je nooit meer doen. Daar heb ik mij ook heel strak aan gehouden. Heb ik dit werk nooit verteld? Nee, dat doe ik voor de eerste keer. Wat nog gekker was, dat ik had dit allemaal gedaan. En ik vond mezelf ook niet geweldig, moet ik je zeggen, in die film. Het was duidelijk dat er niet een Sean Connery in mijn school... Het duurt ook eeuwig filmen, het is echt verschrikkelijk gewoon. En dat je dan, dat je precies op een bepaald, dat ze zo'n kruisje op de grond typen. Ik weet nog wat het was, gele tape was het. En dan moest je zonder naar het kruisje te kijken, moest je precies op het kruisje blijven staan. En dan moest je je leuke klausje zeggen. Omdat dat natuurlijk de cameraman had dat net precies de focus goed gezet. Nou, het was lastig, het was gewoon lastig. En ik had het allemaal nog niet gedaan. Theo had zijn gouden kalf gewonnen tot zijn grote genoegen. Theo was altijd heel zenuwachtig voor de première. En ik werd voor een tweede filmrol benaderd. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Met een scenario erbij. En ja, daar moest ik een seksprofessor spelen. Ik moest ook mijn baard laten groeien. Dat hoorde erbij. En het hele mop, geloof ik, het was een soort voorlichtingsfilm van de humanistische omroep. Maar het kwam er ook op neer bij het lezen van het scenario. Dat ik toch vrij stevige vrijscènes zou hebben met de zogenaamde regisseur van de film die in de film speelde. Dus er zat ook actie bij. Het was niet alleen maar het verbale gedeelte. Nee, precies. Er was ook actie was erbij. Zoenen was erbij. Dat dacht ik toch, dat kan ik helemaal niet. Ik ga dan niet zoenen op het grote scherm. Ik heb op de tv ook nooit iemand gezoend. Dus ik heb beleefd gezegd van fijn dat u aan mij gedacht heeft. Maar ik heb het script weer geretourneerd. Of de film ooit gemaakt is, ik heb geen flauw idee. Maar je ziet dat je no time word je gevraagd om een tweede film te maken. Ja, van het een komt aan het ander, ja. Ja, maar mijn carrière is niet langs dit pad voortgezet. Hey, en die dat met die burgemeester, dat moet dan dus nog ergens te zien zijn. Ja, ik denk dat je weet dat tegen alles bewaard wordt en dit speelt zich af. Nou ja, hoe heette dat dan? Hoe heette die tv-film? In het Belang van de Staat, zo heette die. Oh, dat was de titel, oké. Okay, ja. In het Belang van de Staat, zo heette die. Ja. En nogmaals, hij moet te vinden zijn, gouden kalf gewonnen. Theo was enorm in zijn opties. Nou, leuk. Maar goed, ze moeten je dus, als ze je vragen, gewoon jezelf laten zijn.
Dat is het beste. Ja, maar dat is, er zijn heel weinig rollen natuurlijk voor bejaarde mopperaars. Hè? Zeker als eenmaal een... Nou wel, misschien met zo'n boost shot dat ik dan ineens tot enorme activiteit gebracht word. Wie zal het zeggen? Er was ook nog één vraag die binnenkwam van iemand die zei... Gaat u nog een keer een oudejaarsconferentie doen? Want dat heb je een paar keer gedaan, in 2010 ja. Onder andere. Ja, maar toen dacht ik, iedereen doet een oudejaarsconferentie. Dus dan zal ik het nu maar niet doen. Okay, ik ben ermee gestopt gewoon. Maar waarom, toen was dat toch ook al, dat iedereen dat deed? Ja, maar ik kreeg er eigenlijk genoeg van. Een oudejaar, het is ook zo'n standaardvorm. Waarom zou je niet voortdurend soort... Bovendien, zeker in het begin hadden ook theaters en zo... die hadden de neiging om mij als cabaretier aan te merken. En ik voel mij geen cabaretier. Ik wil dat ook helemaal niet worden. Ik geloof ook niet dat ik daar specifieke talenten voor heb. Ik vertel wel eens een grap, maar dat komt gewoon omdat die hoort erbij. Die ontstaat vanzelf. Die heb ik niet 3 jaar geleden bedacht en daarna nog geoefend in kleine theaters langs de Duitse grens. Nee, dat is zo zit het niet in elkaar. En toen ging dat ineens heet, ik heb het niet zelf verzonnen, theatercollege. Nou, daar was ik echt gelukkig mee, theatercollege. Ja. Dus je hebt het over iets. Dus je hebt een thema. Dat kun je heel losjes behandelen, maar ik doe meestal iets van hoe staat het in de Verenigde Staten. Dat hangt een beetje af van de omstandigheden en de tijd. En tegenwoordig doe ik, functioneert de democratie? Functioneert die goed of slecht? Waarom? Precies. Wat kun je eraan doen? Waarom zijn zoveel democratie op een tal van plekken op de terugtocht? Maar terug naar mijn jeugd. Dus we hebben Wolken de Bier gehad, dat kon ik niet meer herlezen eigenlijk. Ik dacht, dan zag ik een paar van die dingen. Je kunt alles tweedehands in no time op het internet kopen, maar ik heb daarvan afgezien. En dan had je Monus de Man van de Maan. Dat was in de tijd ook een hoorspel op de radio. Wij luisterden thuis nooit naar de radio, maar mijn beste vriend van toen, Jan Zegers, die beluisterde dat op de radio. En ja, het ging over mensen die kwamen op de maan terecht en daar bleek een mannetje te wonen die Monus heet. Dat is ook van hem gemoraliseerd, dat is werkelijk verschrikkelijk gewoon. Ik moet even niezen. Oh, geen punt, we hebben alle tijd. Een COVID niezen. Ja. Snotterig, blijf thuis. Oh, ja. Mijn jongen. Ja. Ja. Monus de Man van de Maan, ik vond er... Ik was er niet kapot van, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb ze wel, ik geloof, in mijn herinnering zijn er 2 delen. Wat mij natuurlijk amuseerde was dat de zwaartekracht op de maan is maar 1/6 van die op aarde. Waardoor je enorme sprongen kunt maken. En iedereen herinnert zich die rare sprongetjes van de Amerikaanse astronauten op de maan. Hebben we het over gehad de vorige keer, hè? Ja, van precies. Maar Monus van de Man van de Maan kan ik ook niet aanbevelen. Dat was heel populair in mijn jonge jongensjaren. Dat waren de Bob Evers boeken. Die waren geschreven door, als ik het me goed herinner, meneer Van der Heijden. En daar werd altijd een ever bij gezet, die was fout geweest in de oorlog. Inderdaad, hij was fout geweest in de oorlog, maar het waren best leuke boeken. Ik heb het later opgezocht en toen zijn er in ieder geval wel 20 of zo. Maar het is duidelijk dat ik uitgestapt ben ergens. Toen ik er een stuk of 10 had gelezen of zo. Maar daar waren erbij. Er was één. Het ging over 3 jongens. Bob Evers, dat was gewoon ook een Amerikaanse jongen. Dus misschien moet je Bob Evers zeggen, dat weet ik niet. Maar wij zeiden gewoon Bob Evers. Het was ook interessant. Dat misschien wat Van der Heijden fout was geweest. Stonden de Bob Evers boeken niet in de gewone leesbibliotheek in Wageningen. Maar de spaarbank had een eigen bibliotheek. En daar stonden ze wel in. Dat die was wat meer populaire lectuur, zal ik maar zeggen. Maar wij hebben die boeken... Want dit zijn allemaal van die boeken die je ook met de rest van je vriendenkring ook las. Want ik heb net gelezen dat. En ja, mond op mond reclame. Ja. Het waren 3 jongens. Bob Evers, Arie Prins. En er was nog een jongen bij die rood haar had, als ik het me goed herinner. En die beleefden allerlei wonderbaarlijke avonturen. En waarvan ik verreweg het leukste vond ik de zogenaamde Robinsonade, zoals dat heette. Namelijk dat ze met z'n 3 terechtkomen op een onbewoond eiland. En dan genoodzaakt zijn om daar in leven te blijven. Nou, je weet, niets is zo fascinerend als het bekende onbewoonde eiland. Daar kom ik zo nog op terug.
Dus ik vond die boeken niet onaardig. En ik vond eigenlijk altijd wel amusant ook dat de schrijver fout was geweest. Nou, zei je dat als jongen, zei je dat niet zoveel. Dat fout zijn. Ik kan me niet herinneren. Je wist het. Dus er was wel iets vaags met oorlog, maar eigenlijk kon het je een bal schelen. Als ik er nu even aan terugdenk. Dat waren de Bob Evers boeken. Of dat nog in druk is, ik zou het je absoluut niet kunnen vertellen. Ik durf het niet zo te zeggen. Ik logeerde vaak. Mijn moeder stuurde ons altijd uit ter logering. Of ze nou genoeg van ons had, dat weet ik niet precies. Maar wat ik het niet afgelogeerd heb in mijn jeugd, met name bij mijn grootouders, laat ik nog eens een keer zeggen. Ik heb dat vaker gezegd, ik heb ontzettend veel aan mijn grootouders gehad. Want ik was de oudste kleinzoon, ik haalde mooie cijfers op school, dus wat willen de grootouder nog meer dan dat. Ik moet zeggen, de vader van mijn vader was wel een hele uitgesproken, weinig empathische Victoriaan, maar mijn grootmoeders en mijn andere grootvader, daar kon ik mee lezen en schrijven. Ik kon dus ontzettend goed met ze opschieten. Je had geen favoriete, want er waren dus aan beide kanten, je had geen favoriete opa en oma. Nee, ik vond beide oma's waren even aardig. Heel verschillend. Mijn oma aan mijn vaders kant was Engels. En omdat zij Nederland ontzettend stom land vond. En Nederlands ook over de hele linie ontzettend stom vond. Heeft zij nooit behoorlijk Nederlands geleerd. Ze kon het prima verstaan. Maar met de groenteman die aan de deur kwam, sprak zij Engels. Vooral het Engels van de groenteman had dan dat. Dat gaf veel vermakelijke incidenten. Zoals Mark Rutte dat ook doet nu. Het was verschrikkelijk. Hè? Heb je die toespraak gezien op die, hoe heet het nou, die conferentie? Nee, ik zag iets voorbij komen dat Eva Jinek het er ook over had inderdaad. En die zei zoiets van, hij doet zijn best. Maar, puntje, puntje, puntje. Ik dacht dat Rutte vrij. Hij heeft toch bij Unilever gewerkt. Dat is ook zo'n Engelstalige corporate culture, zoals dat heet. En ik hoorde hem zeggen, de saus. Zei die dat? Ja, de saus. Denk jij, je moet wel oppassen dat je niet een al te dikke saus over de wereld giet. De South bedoelde hij, het zuiden. Okay. En hij bouwde de saus, zus. Nou, ik vond het, het viel me enorm tegen. Kijk, dat Joop de Uil werkelijk abominabel Engels sprak, dat was algemeen bekend. Dat was ooit de televisie had een verbinding tot stand gebracht tussen Golda Meir, die een sociaal-democratische vrouwelijke premier van Israël, en Joop den Uyl, die een conversatie voerde over, weet ik veel, het zal ook wel iets van het Midden-Oosten of zo, de democratie, of de sociaal-democratie. Maar natuurlijk wat niemand wist, neem ik aan, was dat Golda Meir groot geworden is en lang gewerkt had in de Verenigde Staten als onderwijzeres. Die sprak vloeiend Engels. En dat Engels, nou ja, je weet het, die mop, was dat niet een mop dan. Dat Joop den Uyl dacht dat ondernemers ondertekers waren. Wat ook vrij komisch was natuurlijk. Wat heeft hij gestudeerd, Rutte? Geschiedenis, toch? Ja, zeker. En dat is geen internationale studie, toch? Dat is gewoon in het Nederlands, toch? Nou, alle handboeken zijn het Engels. Oh ja? Ja, het standaard handboek geschiedenis, althans in mijn jaren. Ik heb ook geen idee trouwens hoe dat. In Leiden hebben ze misschien een geheel afwijkend curriculum, dat zou kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet. Wij gebruikten Palmer, zoals dat heet. Dat was een boek wat, laten we zeggen, de nieuwe tijd behandelde. Het begon in 1500. Palmer en Colton, dat was de laatste 100 jaar waar door Colton geschreven. En, nou ja, Palmer was het standaard handboek. We hebben dat tenslotte wel veranderd. Als je 15 jaar zo'n handboek hebt gedaan in die werkgroepjes, dan word je echt tureluurs van. Dan wil je echt wat maar anders. Maar jouw kritiek bij Rutte gaat niet over het niet native praten, maar over dat het gewoon foutief is. De saus, ja. We hebben de Nors en de saus. Je zou zeggen dat als je in zo'n internationale omgeving loopt, wat hij vaak. Naar mijn gevoel voortdurend Engels spreken, toch? Ik neem aan in Brussel ook. Ja, hij heeft geen tolk. Tenminste, nee. Niet voor dit soort dingetjes. Nee, maat hij ook redelijk Duits spreekt. Maar goed, het gaat ook over zo'n uitspraak. Misschien heeft hij wel een magistrale woordenschat en zo. Maar ik hoorde hem op de televisie de saus zeggen. En was ik wel licht doorgeschokt, ja. Okay. Net zoals zeggen. De groenteman dus die aan de deur kwam. Ja, bij mijn grootmoeder, ja. Dus mijn grootmoeder was echt grondig onaangepast. Anders kunnen we het niet noemen. Mijn grootmoeder is het klassieke beeld van mijn grootmoeder is dat zij in een
in zo'n hangstoel zit, zo'n zomerstoel, weet je wel, zo'n klapstoel. Ja, ja, ja. En dat ze twee brillen over elkaar op heeft en dat zij zo'n groene penguin zit te lezen, de detective penguins. Ik zeg, hoeveel detectives mijn oma heeft gelezen in de wereld in haar leven, dat moeten er honderden zijn geweest. En dat was dan één leesbril en één zonnebril of zo? Geen idee, nee, het waren allebei leesbrillen, kennelijk aan ze. Waarom ze er altijd twee op had, dat durf ik je niet te zeggen. Ja, maar het was een hele amusante vrouw. We moesten ook altijd flinke stukken Shakespeare uit ons hoofd leren. To be or not to be, that is the question. Whether in the mind to suffer the slings and of outrageous fortune or to take up arms and get... Nou, iets in die geest. Ik kon een heel stuk opzeggen, maar je ziet dat dat ook vrij roestig is geworden. Want dat moest zij ook leren op school. Dus ze kon hele stukken Shakespeare moeiteloos uit het hoofd opzeggen. Want dat had ze op school geleerd. Ja, hoe ze aan mijn opa gekomen is, dat is een vrij raadselachtige zaak. Ik zou niet zo gauw twee mensen weten die zo ongelooflijk slecht bij elkaar pasten als mijn Engelse grootmoeder en mijn Nederlandse grootvader. Die een hele grote, statige man was, die ook op deze toon ongeveer sprak. Zeg, Maarten, hoe gaat het nu met die dissertatie van jou? Nou, opa, ik ben flink aan het werk. Volgens mij schiet het wel op. Ik moet je zeggen dat het wel bijzonder lang duurt. Ik had jou al lang ontslagen. Ja, hij leidde een soort het Nederlands Rubber Instituut, dus daar had hij ook promovendi. Nou ja, dit is typisch mijn opa. De opposite tracks. Op deze toon en bovendien zo luid dat op het terras waar deze conversatie zich afspeelt, zag je iedereen de oren tuiten van, oh, kijk daar nou eens even. Ja, dat kon mijn opa ook allemaal totaal niet schelen werkelijk wat. Ja. Dus ja, was die empathisch? Nee. Wat heel typisch is bijvoorbeeld, dat je mocht absoluut de krant, de NRC vanzelfsprekend, de ouderwetse NRC, hebben één grote voorpagina met niets dan heel piemelig klein drukwerk erop. Wat de New York Times nu nog steeds is. Ja. Ja, die is vergeleken met de NRC van toen, is dat één grote kermis. Want de NRC deed ook maar vier foto's per jaar. Er was namelijk één. Dat was de foto het voorjaar, dus dat was op de eerste dag van de lente. Twee, foto de zomer, de eerste dag van de zomer. Drie, de herfst, eerste dag idem. En dan tenslotte de winter. Dat waren vier foto's. Omdat het heel duur was toen nog, of zo? Geen idee. Oh. Maar ze vonden dat het gewoon... Mijn opa zei ook altijd over de NRC. Ja, Maarten, ik lees die NRC nog wel. Er is eigenlijk niets anders. Maar hij was in de jaren 20 zoveel beter. Echt waar. De stukken van Donker, dat waren zulke magistrale stukken. Dat is mijn opa. Soms zie je wel eens, wordt natuurlijk vergeleken bij kinderen of ze op hun ouders lijken, maar soms zie je ook wel dat van de grootouders dan nog bepaalde. Ja, dat bestond in onze familie ook een vrij omvangrijke mythologie, dat ik sprekend op mijn grootvader lijk. Maar die je net nadeed? Ja, die ik net nadeed. Dat vond jij duidelijk niet? Nee, dat vond ik eigenlijk niet, nee. Nee, ja, nogmaals, ik ben misschien ook niet verschrikkelijk empathisch, maar hij had echt geen enkel talent op dit gebied. Okay. Echt 0,0. Ik kan je allerlei vreselijke anekdotes over vertellen, maar dat gaan we dus niet doen. Mijn andere oma was een doodgewone Nederlandse oma, zal ik nou maar zeggen. Ook erg leuk, gezellig enzovoort. Met die opa heb ik heel veel gewandeld. Ik moet erbij zeggen, allebei mijn opa's zijn 96 geworden. Dus die waren ook toen ze in de 80 waren. Je kon met mijn opa, toen die 80 was, ook nog een prima wandeling maken. Daar was je de hele middag mee onder de pannen. Dan dus waren we nog heel helder van geest. Ja, de niet-empathische opa is tot het allerlaatste moment helder van geest gebleven. Die kon je zo, ik moet zeggen, hij kon ook zijn eigen kinderen, die toen al volwassenen waren van laten we zeggen, middelbare leeftijd, enorm terechtwijzen. Want ik had een oom die een uitgesproken VVD'er was. Mijn opa was, ik denk, vrijzinnig democratische bond, dus dat is links-liberaal, dat moet ik hem nageven. En hij zei ook nog tegen mij, ja, Maarten, dat lange haar, ik vind dat idioot staat. Maar ik moet je bekennen, als ik op jouw leeftijd was op dit moment, zou ik waarschijnlijk ook wel zulk lang haar hebben. Dat begreep hij wel, dat dat een
nou ja, dat dat in de tijd verandert en dat dat tijdgebonden is, dit soort van dingen. Dit soort van dingen. Dat zei, had mijn oom, die had iets verteld. En dan zei mijn opa plotseling ook weer op deze toon. Ach Jan, zit nou toch niet zo te lullen. moet je doen om niet in de lach te schieten. Maar dat was in die tijd ook niet gebruikelijk om dat soort woorden ook te gebruiken, kan ik me voorstellen. Nee. Nou ja, dat was in onze familie wel ook, oh, ook, ja. Ook deftige mensen konden lullen zeggen. Dat, ja, oké. Vrouwen misschien niet, maar mannen konden dat in principe wel zeggen. Ja, met mijn andere opa heb ik veel gewandeld. Mijn opa was gedurende lange tijd directeur van een grote fabriek in Nijmegen. En dan had hij een auto met chauffeur. Dat was voor mij als jongetje echt dat. Soms werd hij dan opgehaald met dat ding. Ja, moet je je voorstellen, dit speelt in 47, 48. Er waren nauwelijks auto's in Nederland. En dit waren hele grote, glanzende Amerikaanse auto's. Dus ik stond eigenlijk altijd ook klaar als hij dus opgehaald werd met zijn tas. En dan hoopte ik altijd dat ze zouden zeggen, wil je een eindje meerijden? En hoogst enkele maal mocht ik een eindje meerijden. Dus dan reed ik mee naar de fabriek en dan bracht de chauffeur Leo, een schat van een man, ik kan het niet anders zeggen, bracht me weer thuis. Maar hij moest ook vaak vergaderen in Den Haag en dan mochten we mee. Ging ik met mijn oma en mijn opa en oma zaten dan achterin en ik zat voorin bij de chauffeur, bij Leo. En dan ging ik met mijn oma in Den Haag taartjes eten bij Formosa. Dat was zo'n, er zaten allemaal oudere dames die, en er kwam zo'n meisje langs met zo'n wagentje met taartjes erop. Ik ben gek op taartjes, moet ik er nog even bij zeggen. Ik ben gek op taartjes van alle denkbare soorten en maten. Ik wil ook altijd op mijn verjaardag een geweldige taart hebben. Ook een beetje ordinaire taarten vind ik ook ontzettend ordinair, lekker. Wat zijn dat dan, ordinair? Ja, dat is dan... Met veel slagroom en chocolade. Ja, precies. Veel zacht spul, veel... Beetje klef en zacht allemaal. Ja, ja. Dat werkt. En dan gingen we naar de Cineac. Nou ja, moet je voorstellen. Ja, dit zijn allemaal dingen waar je tegenwoordig... Kijk, mensen leven... Kinderen groeien op in een beeldcultuur. Dat was er helemaal niet. We hadden geen tv. Er werd bij ons thuis niet naar de radio geluisterd. Ik ben tussen 1945 en 1960 ben ik... Vier keer naar de bioscoop geweest. Ik weet nog precies alle films waar ik naartoe geweest ben. Die weet ik, kan ik zo... Doe er eens een dan? Met mijn vader samen, Porte Lila met Georges Brassens. Omdat mijn vader was echt in de Franse cultuur. Dat is ook een heel eigenaardige switch die zich na de oorlog heeft voorgedaan. Dat is de generatie van mijn vader. Zeker als je een beetje intellectueel, artistiek georiënteerd was zoals mijn vader was. Frankrijk was alles. Parijs was alles. Toen ik 10 was en mijn zuster dus pak een beet 8,5, heeft mijn vader zijn microscoop verkocht. En dat kon hij doen omdat hij op het instituut waar hij werkte een heel nieuwe en moderne apparatuur kreeg. Heeft hij zijn microscoop verkocht en zijn we van het geld van de microscoop zijn we 14 dagen in Parijs geweest. Dat was in 1953. Je hebt geen idee wat een armoeige stad dat was. Dat was echt ongelooflijk. Ik zie nog die hotelkamer waar we de hele familie in twee reusachtige bedden sliep. Waar je altijd zo inzakte. Waar alle bedden in Frankrijk, daar zakte je in. En dat er nog veel gekker. Midden in de nacht een enorm kabaal. Er werd op de deuren gebonst en zo. Nou ja, je begrijpt, paniek. Stonden er 3 agenten in de kamer. Die waren op zoek naar, je had toen natuurlijk de Algerijnse, zo'n onafhankelijkheidsstrijd. Dus die zochten Algerijnse terroristen. Ik zie nog mijn vader in zijn pyjama, wij natuurlijk, de doodsbange hoofden. Ja, dan keken ze, ze hebben even rondgekeken en toen waren ze weer verdwenen. Maar het was wel een avontuur, eerste klas natuurlijk. Ja, en dan moesten we, 's ochtends gingen, moesten we naar het museum. Dat vond mijn vader van groot belang dat we dat deden. En dan 's middags mochten we een ijsje eten. Of met die ontzettend leuke bootjes gaan varen. Daar op die vijver in de Tuileries. Of bij het Luxembourg, daar heb je ook zo'n vijver. Geweldig was dat. Ja, ja. Ik heb daar geweldige herinneringen aan, aan Parijs. Maar ik was enorm geschokt door de clochards. Dat onder al die... Kijk, tegenwoordig heb je die de periferiek. Natuurlijk die racebaan met die auto's. Die het ondertussen ook alweer verouderd is. Maar dat was er niet. Dus al die kaders langs de Seine daar en onder die bruggen, daar lagen ze gewoon in, op een rij lagen ze daar de clochards.
Ik had in Wageningen nooit een bedelaar gezien. Never, nooit niet. Nee. Ik logeerde wel eens bij mijn grootouders. Maar sowieso altijd in de grote stad, hè, dat je dat toch dat vaker ziet. Dat is nu nog steeds zo. Ah, dat vond ik wel een rampstad, was dat, zeg. Ik weet wel dat we daar met die trein, hè, met de Étoile du Nord, kwam je dan aan Parijs binnenrijden, na 6 uur trein of zo. En dat je dacht, wat, ik vroeg naar mijn ouders, ik wonen hier mensen. Dat was ik echt, ja, als je nu zo'n nieuwbouwbuurtje, ja. Ik ben opgegroeid in de Javastraat. Ik denk dat die huizen gebouwd zijn in 1940 of zo. Hadden overigens wel forse oorlogsschade opgelopen, maar dat was hersteld. Ja, ik was wel geschokt als kind, zeker. Maar het had ook wel weer voordelen dat je nooit ergens hoefde te wachten. Alle musea kon je zo winnen. Dat was natuurlijk de hele toeristenindustrie in zijn huidige vorm, die bestond niet. Hmm. Sowieso in mijn jeugd eigenlijk. Van al die dingen herinner ik me dat je nooit hoefde te wachten. Je kon overal zo naar binnen. Het was nooit verschrikkelijk druk. Hartstikke fijn allemaal. Ja. Ja. Zit nou toch niet zo te lullen.